mensen, welkom bij een nieuwe video van World of Warships Legend. Ik was iets te vroeg met de video te starten. Ik weet niet waarom ik dat shot wou doen. I don't know. Maar mensen, ik hoop dat we gaan winnen. Ik heb eigenlijk niet eens zin om YouTube video's te maken, maar pas. Altijd pas als ik de World of Warships video heb gemaakt, daarna pas mag ik de Mad Max video's pas maken. Vanaf nu is dat echt een regel. Epic boosters, oké. Okay. Maar goed mensen, ja. Ik kan eigenlijk niet echt heel veel zeggen. Ah ja. Ik heb een nieuwe headset, daarom doe ik de deur even open. Jullie worden waarschijnlijk even verblind. Een nieuwe headset. Een Sony headset. Ja. Voor, ja, overal in te steken. Ja, PlayStations zijn ook van Sony, dus dat is wel speciaal. Dat dat dan ineens zo is. Dat ik van mijn papa een Sony headset krijg. Maar ik leg de headset terug. Eventjes. En mensen, we gaan beginnen. En jij die deur terug toe. Oké, prima. Natuurlijk, de store. Natuurlijk, de derde container. Gaan we ophalen. En voordat ik de volgende Mad Max video ga starten, voordat ik met de eerste van vandaag ga beginnen, ga ik eerst kijken wat we nog kunnen doen voor, ja, van makkelijke dingen. Ja, het eerste is sowieso naar dat één kamp gaan met die tanks. En natuurlijk die auto kapot maken. Voor extra scrap. Dat is echt een scrap farm. Ik heb er nooit gedacht dat dat kamp zou zijn. Of toch zo'n soort kamp. Ik ben trouwens gisteren met mijn hoofd tegen een hoek van een muur. Bij mijn papa thuis. Ja, daar ben ik tegenaan gekomen. Dus te pijn. Ja. We gaan beginnen. Ik heb de power al op volle snelheid gezet. 4, 3, 2, 1, 0. Go! Volle power vooruit. Say General Cordes. That's all. Oké. Okay. Ik ga gelijk naar zone C. Ik ga altijd om te beginnen recht vooruit. Wow. Daar is echt wel een grote groep. Is hier ergens een comma? Nee. Op het moment hier nog niet. Is hier überhaupt een comma bij? Ja, en dat ben ik. Er is geen tweede comma erbij, dus de enige comma die er is, ben ik. Mick, ik, Nick. Met je nek, ben je gek. Je nek is gek. Hou je bek, je nek, die is gek. Hou je gek de bek. Oké, okay. Ik zal mijn bek houden. Daar is al direct een Yubari. Best wel sterk schip. Dus ik zal maar uitkijken. Oh! Wat doen die mannetjes allemaal? Ik ben geraakt. Ik zie geen enemies meer. Daar. Eén enemy. En achter mij ook. Oh nee, mijn requesting support. Mijn motor is gedamaged. Ik kan letterlijk niet meer varen. Ik ga proberen zo dicht mogelijk bij het eiland te komen.
Uh-oh. Oh, die zijn mis. Torpedo's astern. Die zijn toch waarschijnlijk mis. Nog 15 seconden en ik kan weer varen. Oh nee, het schip staat in de fik. Ik kan geen torpedo's afvuren, want dat kan alleen maar via de zijkant. Ik ben een gevaar, hè. Ik kan niet varen, ik kan niks. Ik kan niks meer. Ja, ja, mannetjes, ik zie het schip niet eens. Ah, nu wel. Een Phoenix. Ah, er is één schip, denk ik, kapot. Nu rustig kapot schieten, die schepen. Die V25 is ook kapot. Nu die Phoenix nog. Requesting support nog eens. Oh, ik kan weer varen. Maar ik wil hier de rustingplek van mijn schip hebben. Ja, mijn schip zal hier rusten. Hier zal mijn schip blijven. Ik had het niet eens door dat de tijd verlopen was. Anders had ik al vol een bak weggegaan. Van dit plekje. Jammer, we zijn weer aan het stinken zinken. Mijn kleine laaier is aan het opladen, want ik weet dat die witte tabblad bijna leeg is, dus. Ja, ik wist sowieso dat ik nog een video zou had kunnen maken, dat is deze video dus. Dus had ik hem nog niet ingestoken, want ja, de kleine laaier is nu nog aan het opladen voor de volgende paar video's. Mensen, we zijn 8 minuten en 15 seconden bezig. Dus kom aan. Oh, wij gaan winnen. Waarschijnlijk. Ons team is met 6. Enemy team is met 4. Dus het is maar 2 schepen verschil. Maar alsnog. 5 tegen 4 dan. Want ja, dat schip waar ik daarnet was. Ja, dat is net kapot gegaan. Dus ja. 5 tegen 4. 1 schip verschil. Als er nog 2 van ons team kapot gaan. Hebben wij geen kans meer om te winnen. Want we zijn 10 minuten en 10 seconden bezig. Ja, 10.
Ayako. SMS me maar als het zo is. Heb jij in mijn keigrote kast in mijn kamer, Ayako, één oud scherm gezien? In de kast. Een oud scherm. Ja, ik weet sowieso wel. Dat stond er de eerste keer toen je kwam spelen ook al. Dus ja, toen had je het waarschijnlijk al wel gezien. Ik wil later een video maken waarin ik ga testen of het nog werkt. Of dat freaking dat scherm nog steeds werkt. Dus scherm, wil je me beloven om te werken? Dank je wel, mijn beste vriend. En dat is nog van mijn moeke volgens mij vroeger geweest. Lijkt wel een cruiseschip dit jaar, zo luxe. Twee schoorstenen. Oké, het is 4 tegen 2. Ons team is met 4. Het enemy team is met 2. En dit schip is op elkaar kapot. Dus ben... eigenlijk kan ik al zeggen 3 tegen 2. 3 tegen 2 is het. Het is 3 tegen 2. Ja. Want dit schip is de vierde, dus ja. Mensen, we zijn 12 minuten bezig, ja. 12 minuten. 12 minuten bezig, ja. Ja. Ja, 12 minuten bezig, ja. Ja. Dit schip heeft het wel een stuk of 10 minuten volgehouden of zo, ik weet het niet. Ja, reddingsboot gaat nu ten onder. Eén van de twee toch? Denk ik bijna opgeladen. Bij een klein laaierke kun je dat niet zien natuurlijk. Dat is maar een klein kakding. Maar goed. Jammer genoeg hebben we daar, denken we, de kabel niet voor om een gsm. Mijn gsm. De Samsung A40. Om dat daarmee op te laden. Daar hebben we denk ik nog geen kabel van. Oké, 2 tegen 1. Ons team is met 2. Enemy team is met 1. Dus die. Oh, dat schip is net kapot ofzo. Of nee, die is verdwenen. Ah, die Karlstrusje is bijna kapot. Die Karlstrusje is ook de laatste. Kom aan, bro. Win het. We zijn 13 minuten en 40 seconden bezig. Wat doe je? Knal terug. Goeie. Goed. Dat was raak. Het enemy schip kan ook raak schieten. Dus ja. Mij maakt het niet uit of je raak schiet of niet. Als dit schip kapot gaat door deze Karlstrusje, dan is het gewoon echt Mongolisch. Dan zijn er allemaal Mongolen. Varganor. Zo heet de gast. Die player van die Karlstrusje. Het schip is kapot, we zijn gewonnen! Ola, 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 ola. Elias is toegetreden tot een party en jij kunt ook toetreden. Daar is het zwarte daar nog in beeld kwam. Ik ga nooit bij een van mijn vrienden in de party zonder dat ze mij inviten, want... En dan zeker niet bij Elias, want... Echt, ik wil niet meemaken dat ik weer bij Benjamin zit. Maar mensen... Hebben jullie genoten van deze video? Like, abonneer. En we zijn 14 minuten en 50 minuten dus bezig. Dus 15 minuten. Ik heb het doosje voor de zekerheid hier nog staan van de headset. Ik zal het laten zien.